De reden hiertoe is dat er vanuit het veld heel veel klachten binnenkomen van de leden. Met betrekking tot het SZF nog steeds. En ook dat er ontwikkelingen zijn waar men zich zorgen over maakt. Dus wat het bestuur wil doen, we willen woensdag gaan inventariseren. Wat precies de stand van zaken is en hoe het verder moet. U geeft aan problemen, enkele ontwikkelingen. Wat zijn die ontwikkelingen precies? Daar kan ik nu op dit moment nog niet over uitweiden, omdat we niet alle details voor handen hebben. Maar er zijn toch wat dingen die ons zorgen baren. En dat is de reden dat we bij elkaar moeten komen. Om te inventariseren wat er precies aan de hand is en wat de te nemen stappen zullen zijn. Hoe lang horen jullie al van deze problemen? Met het SZF natuurlijk al langer. Maar zeg maar sinds een paar weken komen er steeds weer wat berichtjes bij. En dat lijkt ons niet goed voor de gezondheidszorg van Suriname. De problemen met het SZF lopen al een hele lange tijd. Heeft het weer te maken met de heer Hasrat? Want jullie hadden geëist dat de heer Hasrat een stap terug moest doen. Hij zit nog aan, we zien weer problemen. Is er daar misschien een verband? We hebben afgesproken dat we het niet meer over personen zouden hebben. We hebben het alleen over het staatsziekenfonds. En aanstaande woensdag is de groep groot die met problemen is gekomen richting de VMS? De groep groeit, dus het wordt steeds groter. We zijn ook benieuwd hoeveel mensen dagelijks toch problemen ervaren in de uitoefening van hun beroep. En wie zich zorgen maken over de ontwikkelingen van de gezondheidszorg. Gaat het om huisartsen of gaat het om specialisten? Beide, zowel huisartsen als specialisten. En ze hebben allemaal betrekking met de problemen ten aanzien van SZF? Met name. Er zijn dus nog wat meer zaken die spelen. Ondanks dit alles zien we wel een positieve verrichting. We hebben vandaag technische oplevering van het Wanica ziekenhuis. Hoe kijkt de VMS naar deze ontwikkeling? Mag ik me daar onthouden van commentaar? Dat zeker wel, maar tegelijkertijd met al het negatieve, als we iets positiefs zien, hopen we wel dat de VMS daarop toch wel een reactie geeft. We laten ons daar woensdag eerst over buigen, dan hoort u na woensdag meer. Oké, maar ten aanzien van dit weekend mogen de mensen, de patiënten, gerust zijn dat alles in goede kannen en kruiken zal verlopen? Wat ons betreft wel. De dienstverlening loopt altijd. Kijk, we roeien met de riemen die er zijn. En elke dag worden we weer geconfronteerd met een heleboel problemen. En desondanks hoort u ons niet gillen. Meneer Hewitt, we zullen het hierbij laten, omdat we toch moeten afwachten wat de persconferentie of de spoed ALV zal opleveren. Maar we hopen dat de gezondheidszorg en de patiënten helemaal geen dupe van dit alles worden. Aan ons zal het niet liggen. Wij doen zoals altijd ons uiterste best. Maar durft u wel te zeggen aan wie het kan liggen? Dat zal woensdag blijken. Hartelijk bedankt voor dit moment. Ai, graag gedaan hoor. Ja.